Hallo, welkom. Mijn naam is Aafke van Welbergen en ik werk bij Stichting Accessibility. In deze videoreeks van Centraal neem ik je mee in de wereld van inclusief gebruikersonderzoek. In de eerste video hebben we het al gehad over het waarom inclusief gebruikersonderzoek nou zo belangrijk is en hoe je dit kan integreren in jouw inclusieve ontwerpproces. Vandaag hebben we het over wie. En dat bedoel ik niet alleen met wie, maar ook voor wie. En om daar even een goed begin bij te maken, kijken we weer naar de definitie van inclusief gebruikersonderzoek. Inclusief gebruikersonderzoek is in elke fase van het ontwerpproces met een zo divers mogelijke groep eindgebruikers samenwerken ten behoeve van een zo inclusief mogelijke product of dienstverlening. Zoals ik net al zei, staat vandaag het wie centraal, dus hebben we het over de zo divers mogelijke groep. En ik wil eigenlijk beginnen met het even kijken naar een tweet die ik tegenkwam, die ik heel treffend vond. In deze tweet kan je lezen uh, in het Engels het volgende. Dus ik lees hem even voor. When UX doesn't consider all users, shouldn't it be known as some user experience or sucks. Oftewel, user experience kan je uh, in simpelweg vertalen naar gebruikerservaring. Dus als je niet van iedere gebruiker de gebruikerservaring meeneemt, dan ben je eigenlijk toch niet zo goed bezig. Uh, nu krijg ik best wel vaak de vraag, maar voor wie doen we dat nou, inclusief gebruikersonderzoek? En wie is nou die diverse eindgebruiker? Nou, kan ik een heleboel cijfers opnoemen over mensen met een bepaalde beperking, maar in werkelijkheid uh, werkt het eigenlijk door voor iedereen. En dat kan je eigenlijk zien als je kijkt naar de volgende afbeelding, uh, want we hebben het over verschillende... Type beperkingen, maar dan heb ik het niet over uh, iemand in een rolstoel of iemand die blind is, maar juist over het verschil tussen situationeel, tijdelijk en blijvend. Dus die ene persoon in een rolstoel, uh, die daar misschien wel nooit meer uitkomt, of de ene persoon die blind is en die niet zomaar uh, dat kan veranderen, die personen hebben een zogezegde blijvende beperking, een beperking waar ze wellicht hun hele leven mee moeten leven. Maar het kan ook zijn dat jij een tijdelijke beperking hebt. Bijvoorbeeld dat je je arm hebt gebroken of dat jij in een periode zit van heel veel stress. Dan heb je een beperking die tijdelijk aanwezig is. En dan is het ook heel prettig, bijvoorbeeld in het geval van een gebroken arm, dat je een deur heel makkelijk open kan krijgen. Of dat je eh, niet alle toetsen van je toetsenbord nodig hebt om een website te bedienen. Nou heb je ook nog eens situationele beperkingen. Dat zijn beperkingen die maar in bepaalde situaties zich voordoen. Uh, bijvoorbeeld je zit in de trein en je hebt uh, je oortjes niet mee en je wilt toch die ene video kijken. Dan is het ook heel erg prettig als die video uh, van ondertiteling is voorzien. Of je hebt gewoon weg een nacht niet zo goed geslapen en die ochtend ben je vermoeid, dan is het ook heel fijn dat als jij iets wil opzoeken op een website, dat het op een hele logische manier gebeurt, dat je niet nog extra gefrustreerd raakt omdat de website niet zo handig werkt zoals je had verwacht. Dus eh, we ontwerpen niet alleen maar voor die ene persoon die je misschien normaal voor je ziet in een rolstoel of die ene persoon die blind is, maar uiteindelijk voor iedereen en ook voor jou. Nou, met wie moet je dan precies onderzoek doen? Uh, we hebben het dan over een soort van Participantengroep noem ik het maar even. Dus mensen die je uitnodigt op bijvoorbeeld jouw kantoor of jouw testlocatie. Je kan gewoonweg niet iedereen in Nederland uitnodigen. Als je dat zou doen, dan zou je nou ja, over een aantal jaren dat je met pensioen bent nog steeds niet klaar zijn. Uh, dus je zou altijd keuzes moeten maken. Uh, en die keuzes hangen echt af van het doel van jouw onderzoek. Je kan je voorstellen dat een stedelijk museum een ander doel heeft dan bijvoorbeeld een museum wat echt gericht is op kinderen. En dat je dan afhankelijk daarvan ook je participantengroep samenstelt. Of dat jij in eerste instantie heel erg benieuwd bent naar hoe mensen met een visuele beperking iets ervaren. Dus dan maak je daar keuzes voor. Um, en eigenlijk zeggen we altijd: ja, kijk goed naar je doel en kijk goed naar wie je wel of niet bereikt. En Zorg dat je bewust keuzes maakt. Daar kom ik zo nog weer even op terug. Um, aangezien de ene persoon zeker niet de andere persoon is, is het ook belangrijk dat je zorgt voor een bepaalde variatie. Dus mocht je kiezen voor wel een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld personen met een visuele beperking. Houd dan rekening met de variatie binnen die doelgroep. Want de ene persoon die kan een visuele beperking hebben, waardoor hij bijvoorbeeld door een soort van rietje kijkt, um, waarbij de andere persoon uh, meer wazig ziet. Nou, je kan je voorstellen dat je afhankelijk van het type beperking verschillende voorkeuren hebt. Maar naast de variatie die afhangt van de beperking, Um, zijn personen überhaupt heel erg verschillend? Jij en ik zullen ook sowieso heel veel verschillen van elkaar. En dat kan komen door onze leeftijd, door onze voorkeur, door, in, uh, door onze leeftijd. Ja, de fase waarin we zitten, op verschillende uh, manieren hoe we naar de wereld kijken. Um, dus ook die diversiteit die doet ertoe. Dus wij zeggen altijd: neem minimaal drie mensen uh, binnen zo'n doelgroep om ook die variatie te omarmen. En zorg naast de variatie binnen een groep ook een variatie in verschillende onderzoeken. Zoals je in de eerste video kan zien, uh, zeggen we echt: nou betrek die eindgebruiker in verschillende fases. En zorg ervoor dat je dus ook verschillende groepen personen in al die fases betrekt. Want je kan je voorstellen dat als je één groep samenstelt, uh, die bestaat bijvoorbeeld uit vijf mensen, en die betrek je in elke fase, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het ontwerpen voor. Die vijf personen. Als je zorgt voor variatie in al die verschillende fases... heb je uiteindelijk heel veel verschillende mensen gezien, gesproken... en kan je ook al die verschillende voorkeuren meenemen. Naast dus de keuze van wie je uh, dan uitnodigt... is het dus heel belangrijk om die keuze bewust te maken. En daarvoor wil ik jullie ook wederom meenemen in een aantal voorbeelden. Want als je niet bewust keuzes maakt voor inclusief of exclusief ontwerp dan kan het nog wel eens zijn dat je voor nou ja, nare verrassingen komt te staan. Dit is ook het geval bij het voorbeeld linksbovenin van een handdispenser... die dus reageert op het feit dat je je hand eronder doet en dan komt er zeep uit. Um, dit zie je vaak in wc's bijvoorbeeld. Maar deze handdispenser die reageerde niet op elke huidskleur. Nou, ik kan je voorstellen dat het niet een... Tenminste, ik hoop in elk geval dat het niet een bewuste keuze is geweest... om mensen hier uit te sluiten. Maar het kan natuurlijk zijn dat gewoon in het... Begin van het proces en tijdens testen en ontwikkelen, niet alle type huidskleuren betrokken zijn, of mensen met huidskleuren. Eh, en dat die dus uiteindelijk vergeten zijn. Dus het is eigenlijk onbewust exclusief ontwerp. Er zijn er ook voorbeelden te verzinnen waarbij je bewust kiest voor een exclusief ontwerp. En een voorbeeld is, is de tactiele kaart van het kadaster, die wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn. Het is een kaart voor mensen die uh, blind zijn, dus die uh, braille gebruiken en die tactiele elementen kunnen voelen. Nou, en voor personen die niet blind zijn, zijn er al heel veel kaarten op de markt. Dus we maken nu bewust een keuze om exclusief te ontwerpen. Dus bewust om voor specifieke doelgroepen te ontwerpen. Een voorbeeld waarbij je hopelijk bewust een keuze maakt om inclusief te ontwerpen is uh, de verkiezingen. Want iedere burger in Nederland heeft het recht om te kunnen stemmen. En om uh, nou, zijn stem uit te kunnen, of haar of hen stem kunnen, te kunnen uitbrengen. Um, en dat is dus iets, iets waarbij je echt gaat kijken van oké, okay, wie betrekken we nu nog niet? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in het ontwerpproces um, degene die we nu nog niet hebben betrokken ook erbij betrekken? Dus zo ben je elke keer bewust van wie sluiten we misschien nog wel buiten. Dus hebben we het stemmen wel eens getest met mensen die bijvoorbeeld een visuele beperking hebben? Zo ja, dan gaan we daar nu eens op uitbreiden. Er zijn ook situaties te bedenken waarbij je um, zoveel mogelijk diversiteit wil uh, behouden, maar wel binnen, afge, uh, binnen kaders. Uh, en een voorbeeld is um, een inclusieve speeltuin. Um, want een speeltuin is in principe ontwikkeld in dit geval voor kinderen, maar ik kan me voorstellen dat je het wel toegankelijk en begrijpelijk en gebruiksvriendelijk wil hebben voor alle kinderen die er bestaan. Dus in dat geval ontwerp je wel alleen maar met. Um, personen met een bepaalde leeftijd, uh, maar binnen die kaders zorg je wel voor de uh, meeste diversiteit. Um, keuzes maken zal je altijd moeten doen, want je kan gewoon weg, dus niet iedereen uitnodigen. En zolang het bewuste keuzes zijn, zeggen we altijd, zijn het goede keuzes, mits je daar ook transparant over bent. En als het bewuste keuzes zijn, kan je ook elke keer uh, in een volgende fase denken van oké, okay, wie gaan we hier nu wel bij betrekken als je dat eerder bijvoorbeeld niet hebt gedaan. Naast nadenken over uh, wie je uitnodigt, is het ook goed om stil te staan bij type um, ervaringskennis van de persoon die voor je zit. Um, wij onderscheiden eigenlijk altijd een soort van drie types. Je hebt personen met ervaringskennis en dat zijn personen die spreken namens zichzelf. In onderzoekstermen wordt ook al wel eens gezegd N is één, dus iemand die spreekt namens zichzelf. Um, die persoon die geeft gewoon de voorkeuren van diegene, um, niet meer of niet minder. En dat is ook vaak wat je ziet bij gebruikerstesten, bijvoorbeeld. Ik ga er niet verder op in, maar mocht je dat interessant vinden, kan je daar nog eens verder uh, nou ja, online iets over opzoeken. Um, dan heb je ervaringsdeskundigen en dat zijn vaak personen die spreken namens een grotere doelgroep. Um, je ziet veel opleidingen of trainingen voor ervaringsdeskundigheid, maar het gaat er vooral om dat zij niet alleen maar namens zichzelf spreken, dus, maar dus ook namens anderen. Dus bijvoorbeeld namens personen met een visuele beperking um, en dat zij ook uh, kennis hebben van andere uh, visuele beperkingen dan dat zij zelf hebben. En dan als derde heb je eigenlijk meer de type vertegenwoordiging. Dus dat is iemand die spreekt namens een doelgroep. Dat kunnen organisaties zijn, maar dat kunnen ook individuen zijn. Naast de type ervaringskennis is het belangrijk om stil te staan bij de rol waarin je iemand betrekt. Um, en hier zie je eigenlijk verschillende rollen van de participatiematrix van een project. Um, want vaak zetten we iemand met een beperking alleen maar in de rol van meedenker... Dat betekent dat je iemand vraagt van, wil je dit eens even testen? Wil je hier eens even over meedenken? En dat jij zelf als onderzoeker of als projectlid verder bepaalt wat je daarmee doet. Je kan overwegen om bijvoorbeeld ook personen in de rol van adviseur te zetten, waarmee je meer gelijkwaardigere samenwerking krijgt. Zodat dus iemand echt gedurende een hele project of productontwikkeling mee kan denken over de verschillende fases. Um, het is dus elke keer belangrijk dat je niet alleen nadenkt over wie nodig ik uit, maar ook op welke manier werk ik met deze persoon samen. Uh, nou wil ik vooral ook even afsluiten nog met waar vind je dan deze personen, deze participanten? Um, iets wat wij vaak zien dat heel goed werkt, is een open oproep. Je hebt zelf vaak een digitaal netwerk, het sociaal netwerk, maar ook gewoon het letterlijke netwerk van mensen die je kent of uh, de mensen die je kent en de mensen die zij weer kennen. Dus eh, vraag vooral rond, doe een open oproep. Eh, want daar zal je zien dat daar al veel reacties op komen. Verder bestaan er ook heel veel panels. Misschien werk je bij een gemeente. Eh, die hebben vaak een soort van inclusiepanel. En ook daarbij kan je eh, aankloppen om te vragen of zij willen meedenken of me mee meewerken in de product- of dienstontwikkeling. Eh, er bestaan ook eh, belangenorganisaties, en sommigen hebben ook een eigen panel. Uh, en er zijn ook wel expertiseorganisaties die een panel hebben. Het makkelijkste is gewoon weg om, om online te zoeken naar panels voor specifieke doelgroepen die je zoekt. Maar je kan natuurlijk ook even rondvragen bij collega's of andere organisaties hoe zij dit aanpakken. En tenslotte, soms denken we heel groot en dan denken we, oh, waar gaan we die personen vinden? Maar die personen behoren gewoon weg tot de maatschappij. Dus vergeet niet dat je ook gewoon om je heen kan kijken. Letterlijk buiten of straat, in een tweedehands winkel, um, in een bibliotheek. Ga eens ergens zitten en vraag eens, nou, wil jij naar mijn website kijken? Um, het hoeft niet allemaal zo officieel of zo groot aangepakt... omdat het mensen zijn die echt om je heen staan... waar je eerder wellicht geen oog voor had. Nou, nog even weer ter afronding, alle belangrijkste punten op een rijtje... Um, inclusief gebruikersonderzoek naar nou met en voor wie. Nou, eigenlijk dus voor iedereen. Uh, of je nou een situationele beperking hebt, een tijdelijke beperking of een blijvende beperking. Zorg ervoor dat je altijd bewust de keuze maakt. Met wie ga ik het onderzoek doen en voor wie? En denk daarbij ook na over dus de type ervaringsdeskundigheid en de rol waarin je iemand zet. Zorg voor een brede werving, want dat zorgt ook uiteindelijk voor het meeste respons. En op die manier kan je ervoor zorgen dat er uiteindelijk inclusieve producten en diensten worden ontwikkeld in Nederland en misschien wel wereldwijd. Bedankt voor het luisteren.